Boom! Yo, what up, gasten? Het is alweer tijd voor een verse 50. En waar gaat hij deze keer over? Ik hoor het je denken, althans ik hoor het je niet denken, maar ik denk dat jij het denkt, dus denk ik dat ik het denk, dus daarom denk ik dat jij het denkt. Iets in die buurt. Iedereen kent het wel. Iedereen heeft wel zo'n moment van... Ik wil hier weg. Dus ik heb goed nieuws. Ik heb nu 50 smoesjes om weg te gaan. Deze smoesjes kan je overal gebruiken. Op school, op je werk, bij familiefeesten, op een date. Overal. Dus laten we knallen. Er is een nieuwe attractie geopend, getiteld Mijn Huis. En daar ga ik nu heen. Niet lullig bedoeld. Het is een hele leuke les, maar ik wil laten zwerven worden. Dus ik heb toch niks aan deze les. Mag ik de les uit? Ik moet mijn potloden nog poetsen. Ik moet weg. Mijn hond is bijna dood. Ik heb mijn Tamagotchi thuis laten liggen. Hey, ik moet weg. Mijn stoommeis. Er is onzichtbare tornado richting mijn huis aan het gaan en ik moet nu al mijn spullen redden. Ik moet er vandoor, mijn oma wordt zo geboren. Ik moet nog mijn plant eten geven. Ik moet mijn vliegtuig halen, want er schijnt een feestje te zijn in Libië, daar wil ik bij zijn. Ik weet dat het de derde keer is in dit uur. Alleen nu moet een ander stemmetje me over naar de wc. Bla 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 bla. Kutschool, kutles, kutleraar, ik ben weg hier. Ah, kutzooi, ik heb mijn portemonnee nog in mijn fiets liggen. Ik bedoel, auto? Sorry, wat is ook weer tegenovergestelde van binnenkomen? Weggaan? Oh, dan doe ik dat. Buiten is er een episch gevecht gaan tussen cowboys, ninja's, zeemerminnen, alles. En ik wil een piraat en ik wil meedoen. Arrrr! Hey, ik ben Bart. Oh mijn god, je bent die egel weer. Jij vindt het ook niet leuk als je alleen bent. En mijn tv is helemaal alleen thuis en ik ga mijn tv gezelschap houden. Ik vind het zielig. Ja, sorry, ik moet nu echt weg. Ik heb zometeen een meeting met een paar aliens en alleen slimme mensen mogen er komen. Dus ja, sorry, jij kan niet mee. Ja, sorry, maar dit is code rood. Ik moet naar huis, ik moet mijn veters strikken. En nee, dat kan ik natuurlijk niet hier doen. Ik heb toch hier geen... Oh, ik heb wel veters, maar ik ga toch naar huis. Plankton zit vast in een augurkenpot en ik moet hem redden. Wauw, die deur die daar staat, die is echt heel mooi. Mag ik hem van de andere kant bekijken? Zometeen is de première van Dierentuin de Musical. En hij is vol met supersterren zoals Paul de Leeuw, Linda de Mol, Marie Stolt, Jeroen Pauw. Allemaal, ze doen allemaal mee. Ja, sorry, ik moet mijn moeder helpen met de boodschappen doen. Ja, sorry, ik moet de boodschap helpen met mijn moeder doen. Die is gewoon te fout. Ik heb hem op mijn mond staan, dan kan ik naar de tandarts. Heb ik een smoes om uit deze les te komen? Oh, je bent de leraar. Kan je dat doen? Mag ik alsjeblieft weg? Ik wil blinde pandaberen helpen oversteken terwijl ik ze de Macarena leer. Please, mag dat alsjeblieft? Hé, hoezo mag ik de les niet uit? Ik ben koning Woolly Woolly. Kom op nou, hé jongens. Ik ben koning Woolly Woolly en ik ontsla jou. Wat ben jij een kutleraar, zeg? Jezus. Ik moet er heel snel vandoor. Mijn nichtje heeft de Bieber Fever. En die Bieber Fever sla ik eruit. Psst, je hoeft niets meer te zeggen. Jij houdt gewoon van de les. En ik ga weg. Jij kan les geven, lerares. En ik ga wel weg. Mag ik alsjeblieft de les uit? Ik ben deze reden vergeten. Dus ik ga gewoon. Sorry, maar ik moet er echt vandoor. Ik heb een prachtig hotel geboekt voor 100 euro voor één nacht. Het heet Habbo. Habbo is een spel? Heb ik serieus 100 euro betaald om een kutspelletje te doen? Godverdomme. Sorry dat ik je les onderbreek, maar ik moet echt even oortjes halen. Ik kan jou echt niet meer aanhoren, ja. Sorry, maar ik moet echt weg. Ik ben lid van de Nationale Boomknuffelvereniging. Ik wil echt bomen gaan knuffelen, kleertjes aan doen, make-uppen. Zodat ze me uiteindelijk gaan uitschelden en uitlachen. Ja, sorry, mijn pen is kapot en ik moet echt een nieuwe pen gaan halen. Oh, bedankt voor het lenen van je pen. Hier, die is ook kapot. Mag ik nu wel weg? Sorry, maar ik moet echt weg. Ik heb geen elektriciteit thuis en zo meteen komt Pikachu langs. Hey, sorry, ik heb geen zin meer in de les. Ik wil naar huis. Ik beloof dat ik een tijdmachine ga bouwen en dan beloof ik dat ik morgen terug teleporteren hier in de les en dat ik dan de hele les bij ga wonen. Is dat een deal? Even voor jouw duidelijkheid. Er is zojuist op het nieuws aangekondigd dat hier een aanslag gaat komen van de Teletubbies. We moeten nu vluchten. Kom op. Sorry, ik moet echt vandoor. Ik moet even naar al mijn vrienden. Aladdin, één vriend van mij, die is gewoon een junk. Die zit te vliegen op een matje. Een andere vriend van mij, Dombo, zit te vliegen met zijn oren. Heb ik nog een vriend, Simba, die heeft net zijn oom vermoord. Heb ik ook nog iemand die is verdwaald geraakt in de oerwoud Tarzan. Het is echt een gekhuis. Sorry, maar ik moet er echt vandoor. Mij maakt het helemaal niet uit eigenlijk. Of ik ga nu bij jou weg, of ik ga zo meteen bij de salsa cursus weg. Ik heb gewoon een kutleven. Ik bedoel, wie de fuck van mijn leeftijd zit er nou op een salsa cursus? Nou, ik dus. Ja, sorry, ik ga echt naar huis, want het regent hier binnen en ik heb een paraplu nodig. Mijn elleboog probeert mij te likken. Ik moet mijn moeder nog uit bad halen. Ik dacht dat OO Tirol slecht was, totdat ik jou zag. Ik moet mijn wandelende takken uitlaten. Sorry, ik moet heel veel moeder bellen, die zit in het ziekenhuis. En ik wil heel graag een ballon van het ziekenhuis. Zijn er nog peren? Nee? Oh, dan geen probleem, dan appel ik hem wel. Ik wil me laten scheren door een schaap. Ja, ik heb geen geld, dus ik ga in ieder geval naar de bank. Dan kan ik vanaf daar tv kijken. Hé, ik ga Jorgen van de Slootje doen. Ja, inderdaad, dat is vluchten. En dat waren er alweer 50. Mag ik een EO? EO. Dankjewel, dankjewel. Je bent cool. Ik zie dat je genoten hebt. Graag gedaan. Geen probleem. Geweldprobleem. Nee, echt geen probleem. Graag gedaan. En je hoeft mij echt niet te vertellen hoe leuk jij deze video vond. Ik heb het graag gedaan. En druk nou maar op het groene duimpje nu. Ik wacht even. Heb je geklikt? Mooi, dan gaan we door. En voeg hem dan ook direct toe aan je favorieten. Toevoegen aan favorieten klik. Hé, wat zeg nou zelf? Door deze video kan jij altijd weg. En je kan 49 anderen met je meenemen. Over 49 anderen gesproken. Deel deze video via Hives, YouTube en MSN.
Met name via Hives. En waarom met name via Hives? Nou, omdat de vorige video de homepage van Hives heeft gehaald. Dus misschien halen we wel weer de homepage van Hives. Maar stuur deze video met name door de mensen die altijd afwezig zijn, zodat ze nog meer afwezig kunnen zijn. Of stuur hem anders door de mensen die er altijd zijn, zodat die een keertje weg kunnen zijn. Hoogstwaarschijnlijk komt ook volgende week zondag op 13 maart de verse 50 song, een officiële videoclip online. De hele aankomende week post ik dagelijks een video op mijn tweede kanaal, die zie je nu in beeld. En in die video's op mijn tweede kanaal kan je de behind the scenes kijken. Vergeet ook niet te abonneren op mij. Hopelijk ben ik er volgende week weer met de verse 50 videoclip. Vergeet in de tussentijd vooral niet deze video te delen, hem een groen duimpje te geven, hem toe te voegen aan je favorieten en te abonneren op mij. En gasten, ik check jullie later. Banjo! Ik zit hier op een grasveldje, maar ik ben bang voor gras. Veld op brandweer. Ik heb problemen bij de douane in mijn droomwereld, dus ik kan de droomwereld niet uit. Dus ja, dan moet ik maar de hele dag blijven slapen. Sorry. Ik heb